Paarden de laatste bocht nu in. En het is nog altijd Donna de Vrie die leidt. Donna de Vrie, Travelies, gaat makkelijk mee. Aan de buitenkant daarnaast de stalgenoot. Nou, trainingsgenoot moeten we zeggen. Want stalgenoot is het niet. En dat is Dillinger Jean Thiel. Inmiddels waren ze het punt halverwege de Tjarda bocht al voorbij. Dream Gibus ligt er nog bij. Chameleon begint steeds beter in zijn loop te komen. Komt dichterbij. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daar komt aan de buitenzijde nu de aanval van Dillinger Jean Thiel. Dillinger Jean Thiel neemt nu de leiding over. Donna de Vrie ligt ernaast. En daarachter aan de buitenkant komt nu Dream Gibus. Dillinger Jean Thiel. Als we ooit een trainer een standbeeld moeten geven, is het Bas Krebas. Dit was een toptip en hij wint. Tweede wordt Dravelies. Derde Dream Gibus. En vierde Donna de Vrie. Tijd 1:16:04. Uitslag is ongewijzigd officieel, dames en heren. Het hele ontvangstcomité staat al klaar voor Dillinger Jean Thiel. Het klinkt als een scheermes en het ging ook als een scheermes door het veld heen met Misha Brouwer. We gaan gelijk maar even naar Misha Brouwer. Misha, het was natuurlijk het was geen geheimtipje meer, want Bas had het al lang verteld. Dat het paard zich spectaculair verbeterd had bij jullie. Maar het leek me nou ook niet echt de makkelijkste rit. Nee, en thuis in het werk ook. Het is geen makkelijk paard. We hebben dan thuis iets krappere bochten. Als ik eerlijk ben, ik heb thuis altijd een foutje gehad. Daarom was ik een beetje met mijn handen vastrijden hier zo. En ik zag in het voorwerk al dat hij goed door de bochten ging. Ja, en ik ben van mijn eigen kracht uitgegaan. Startje ging ook wel lekker natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja. Ik was best wel tevreden met het nummer ook. Zo voor de eerste keer. Hier zo kan ik mooi rustig de eerste bocht in komen. En het heb goed uitgepakt. Ja. Lekker jongen, gefeliciteerd. Dank je wel. Misha Brouwer wint met Dillinger Jean Thiel. We gaan uiteraard hier een foto maken. En er zijn nogal wat fans rondom deze Dillinger Jean Thiel. De Spanghoeve. Het is een vijfjarige bruinruin kiwi uit Polyandry. Frans gefokt. Bas Krebas de trainer. Misha Brouwer de rijder. Peter Delis, Mr. PD, heeft een deeltje in deze Dillinger Jean Thiel. En dus maakt dit het stalfeest compleet. Zeker ook met die tweede plaats van Dravelist en John de Leeuw. Een geweldige 1-2 voor de stal Krebas en de trainer van Nizaro, Gerrit Jong. Die reed Dream Gibus naar het podium. Nizaro, het paard naar wie de koers vernoemd is. U kunt in de handen, dames en heren, voor de kampioenstal 1-2 in deze zevende koers. U kunt vooral in de handen voor Misha Brouwer en Dillinger Jean Thiel. Ja, dames en heren, geef een applaus. Misha Brouwer. Start is gevallen. Begin met de galoppaarden voor de 1. Veleo de Doma. En de leiding wordt genomen door Donna de Vrie. Nummer 1 galop. Donna de Vrie neemt de kop, daarachter op plek 2 aan de relingzijde, Dravelist. En zo gaan de paarden de bocht in, ook een goede start aan de buitenkant van Dillinger Jean Thiel. En die ligt op plaats 3, die wordt stevig gehouden op dit moment door Misha Brouwer. Die heeft de handen meer dan vol, 4 is Dream Gibus en 5 aan de relingzijde. De nummer 5, Bikini de Larcy. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde in en daar heeft Donna de Vrie makkelijk de leiding. Lengte of 3 voorsprong wel, worden er nu 2 op de nummer 2, Dravelist. Daarachter op plek 3 is ingeparkeerd Dillinger Jean Thiel. En dan aan de buitenkant Dream Gibus. Gerrit de Jong is op weg naar voren. Vraag is of dat op dit moment gaat lukken, want de tussentijd is 13 rond. Paarden gaan op weg naar de linkerbocht. Daar leidt Donna de Vrie. Donna de Vrie, 2 lengte voorsprong nu op Dravelist. Daarachter op plaats 3. Alberto Dillinger, nee Dillinger Jean Thiel. Net andersom en dan gaat hij naar het tweede spoor. Dream Gibus aan de buitenkant moet daardoor even terug. En daarachter aan de relingzijde probeert gelijk het gaatje dicht te lopen. Bikini de Larcy. Daarachter volgt Chameleon. Die is wat flegmatiek. Moeilijk aan het bit te krijgen. Buitenkant daarnaast Casio Josselin. En daarachter ligt Emperor Quick. Galoppade van Emperor Quick. Die leek even te schrikken van de zweep van Rick Wester. Die kan daar ook niks aan doen. Maar Emperor Quick springt wel. Uitgeschakeld nummer 4. Nummer 4 galop. En is de loop kwijt en zo gaan ze de laatste kilometer in. 19-3 is de tussentijd en zo zijn ze in de laatste kilometer. Gaat niet al te hard en het veld schuift in elkaar. Donna de Vrie leidt. Daarachter op plaats 2 ligt Dravelist. Derde aan de buitenkant is Dillinger Jean Thiel. Daarachter gaat aan de binnenkant wat terugvallen nu. Bikini de Larcy. Buitenkant daarnaast Dream Gibus. Daarachter probeert ook in een hogere versnelling te komen Casio Josselin. En dat probeert eigenlijk de hele weg al. Chameleon die ligt nog altijd laatste. Paard in de rechte lijn overzijde. Daar komt hij aan naar de buitenzijde. Dillinger Jean Thiel. Die zoekt zo langzamerhand Donna de Vrie op. Schoonhoven heeft het ook gezien. 17-7 de tussentijd. Ook Dream Gibus gaat nu mee. En uit de staart van het veld naar het derde spoor Chameleon.
Paarden de laatste bocht nu in. En het is nog altijd Donna de Vrie die leidt. Donna de Vrie, Travelist gaat makkelijk mee. Aan de buitenkant daarnaast de stalgenoot. Nou, trainingsgenoot moeten we zeggen. Want stalgenoot is het niet. En dat is Dillinger Gentil. Inmiddels waren ze het punt halverwege de Tjarda bocht al voorbij. Dream Gibus ligt er nog bij. Chameleon begint steeds beter in zijn loop te komen. Komt dichterbij. En zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Daar komt aan de buitenzijde nu de aanval van Dillinger Gentil. Dillinger Gentil neemt nu de leiding over. Donna de Vrie ligt ernaast. En daarachter aan de buitenkant komt nu Dream Gibus. Dillinger Gentil. Als we ooit een trainer een standbeeld moeten geven, is het Bas Krebas. Dit was een toptip en hij wint. Tweede wordt Dravelis. Derde Dream Gibus. En vierde Donna de Vrie. Tijd 1:16:04.